Dag dames en heren, goedemorgen. Het is vandaag niet koud, maar als u rekent op een zonnetje moet ik u teleurstellen. Want we hebben vandaag te maken met grijs weer. Een beetje kleur is er natuurlijk wel, vooral in de natuur, want de bossen die staan er nog heel erg mooi bij. Vandaag bewolking, hele vochtige lucht. Het kan zelfs een beetje nevelig zijn. En zeer lokaal kan er uit de bewolking een drupje vallen. Dat is met name in het noorden van het land en misschien ook in het zuidwesten. Bij temperaturen van 10 tot 12 graden. Het is relatief zacht voor de tijd van het jaar. En dat komt omdat de wind uit een zuid-zuidwestelijke richting komt. Maar niet al te sterk is windkracht 2 en langs de kust windkracht 3. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Nevelig met lokale spatje. Onder de bewolking koelt het af naar 8 graden. En ook morgen hebben we te maken met dit grijze weer. In de loop van de dag neemt de kans op een beetje regen in het westen van het land toe. En met een matige zuidwestelijke wind wordt het 11 graden. Nou, vanaf vrijdag komt de zon wel tevoorschijn. Vrijdagochtend misschien nog een beetje regen in het zuidoosten van ons land. 10 graden. En daarna zien we op zaterdag en zondag een buiig weerbeeld. Misschien wel hagelbuien, flink. Wat wind, vooral op zaterdag, maar tussendoor ook felle opklaringen. Overdag wordt het dan een graadje of 9 en de nachten worden nog niet zo koud, omdat de wind ook dan blijft doorstaan.